This video is coming to you from... Right? Yo gasten van het kanaal Lef's Gameplay. Fijn dat je weer bij bent voor een nieuwe episode van Lefmus. En na het verkopen van mijn 105 Rijder Boetragenjo heb ik nu... 46 miljoen munten. En met deze nieuwe video ben ik gekomen met een nieuw formaat voor onze serie, namelijk... Speler Showdowns. Het houdt eigenlijk gewoon in dat we in de plaats van één speler tegelijk te doen, dat we er twee tegelijk doen of drie tegelijk doen en die gewoon reviewen in één Vandaag video. Vandaag reviewen we onder andere 105 Rijder Prime Icon Miroslav Klose. 106 World Cup centraal aanvallende middenvelder Thomas Müller. Tenslotte ook 106 rijden centrale aanvaller hero-speler Lars Ricken. Nou, dat laatste is zeg maar mijn probleem met deze video en waarom deze video niet op donderdag geüpload kon worden. Want... Nou, dat is eigenlijk gewoon het kutte, want ik was klaar met het gebruiken van Miroslav Klose. Waarna ik Klose dus verkocht om weer voldoende coins te hebben om Müller te kunnen kopen. Maar wat zo kloot is aan Müller is dat niemand Müller wou toen ik hem wilde verkopen. En ik kom dus niet snel genoeg terug aan mijn coins komen. Om natuurlijk die 106 rijden te rikken. Te kunnen reviewen. Dus daar gaat mijn uploadstreek. Haha. Oh my god. Oh jeez, oh my god. Hoe dan ook gingen we eerst een balletje trappen met Klose. Ik spreek zeer goed Duits. Schießen? Hallo. Hi. Prime Icon 105 Reddit Miroslav Klose kwam op 1 september dit jaar uit. Hij is de eerste Prime Icon die ik dit jaar gebruikt heb. Deze man heeft gewoon 125 shooting, 125 koppen, 112 pace, 110 lenigheid, ziek goede dribbeling, is ziek sterk in-game. Hij heeft de power header trade wat hem een baas maakt in de lucht. Hij is ook zeer balvast en door zijn hoge strength wordt hij heel moeilijk van de bal afgeduwd. Hij heeft de buitenspel van trade wat hem even ziek maakt in de loopacties als Emilio Butragueño. Hij heeft namelijk ook vanzelfsprekend ziek goede finesse shots. Hij is 1,84 meter lang. Hij weegt 84 kilo. Hij heeft de high medium work rates. Hij is rechts. Hij heeft 4-ster weak foot. Nee, 5-ster weak foot en 4-ster skill moves. En is gewoon tanksistisch goed. De enige 3 minpunten die ik kon verzinnen voor deze speler waren eigenlijk zijn prijs. Hij is 50 miljoen waard, 55 miljoen waard zelfs op dit moment. Je kunt geen 5-ster skill moves met hem uitoefenen en hij heeft maar 77 uithoudingsvermogen. Ga op tegen dit God Squad in 1 tegen 1, dan kom je natuurlijk 1-0 achter door natuurlijk een AIDS voorzet op zijn Ronaldo. Waarna hij de tweede erin peert met zijn Jonathan David. En dan sta je er niet goed voor. Maar dan heb je natuurlijk Miroslav Klose met het schotmoment. Freaking God, what a beast. En hij maakt het feilloos. Deze wanker van een tegenstander met een vrije trap met zijn Ronaldo. En dan peert hij hem erin. Maar dan weet je dat de World Cup all-time goalscorer... Ik kan even draaien. Staat de WK topscorer aller tijden. Maar dan saved Ochoa met de reflex. Die bal in de 90ste minuut nog bij Miroslav Klose met... Miroslav Klose, de legend himself. Dan is het nu tijd voor... Deze 105 rijden het centraal aanvallende middenvelder versie van Thomas Müller kwam een paar weken geleden uit. Hij heeft 126 shooting, 123 passing, 122 dribbling en 129 afmaken. En dat zijn de statistieken van de kaart zelf zonder de skill boosts bijgerekend. Hij heeft 5-ster weak foot, 4-ster skill moves, zieke reacties, is vet sterk, wordt moeilijk van de bal afgeduwd omdat hij vet sterk is, is goed in de lucht. Hij is 1,85 meter. Hij heeft wel high work rates, wat soms een minpuntje is, omdat hij dan te veel meer verdedigt. En dat wil je eigenlijk niet van iemand zoals Müller, want hij heeft maar iets van 80. Hij heeft het buitenkant voetkenmerk. En al zijn stats zijn eigenlijk boven de 110. Tenminste, de stats die boven de 110 moeten zijn voor een zieke cam. Eigenlijk is het gewoon Klose, maar dan op de verkeerde positie. Want ik vind het kut dat hij een cam is. En geen valse spits. Je hebt dan CA of een echte spits, een SP. Naast vind ik zijn 108 pace maar matig. En wordt hij weinig geboost met de skill boost. Kom
ik hier weer tegen 122 rijden team Thomas Müller aan de bal. En hij dribbelt goed, maar hij verliest de bal helaas. En dan komt hij hier weer met de bal en schiet hem tegen de armen van Mandy. En dan komt Müller hier met een zieke dribbel en hij zoekt het finish. Het wordt geblokt, maar hij krijgt de bal weer en hij schiet hem tegen Mandy aan. Godverdomme. Wordt ik hier getackled en aanschouw het beste doelpunt dat ik heb gescoord op FIFA Mobile tot nu toe. I'm OG, y'all new to the game. Ja, die Mason komt toch wel uit Vitesse Arnhem. En het is gewoon Arnhemse trots waardoor we die wedstrijd winnen. Nee. Dit verdien ik niet. Dus ik verkoop je boy RVP en Müller. Je doesn't. Even way we're making thousands. I make so much money. I might have to get an account. Kobe Glas, motherfucking Rikken. Glas Rikken is namelijk een 106 rijder. Het aanvallende middenvelder. Heroes card. Maar holy shit man. In de gameplay zie je gewoon dat het echt een hero is. Want hij smasht al die doelpunten er zo fucking lekker in. Heeft zieke dribbling stats. Ik bedoel, hij is gewoon ziek. Maar het is gewoon gestoord dat ik hem uit positie doe. En gewoon dat hij de helft van de skill boost heeft. En dat hij nog steeds een fucking beast is in de spitspositie. De eerste Heroes card die ik gebruik op zeg maar deze versie van FIFA Mobile. Dus best wel ziek. 106 credit Heroes card. En hij smijt ze er allemaal in. Als je ziet speel ik hem in de spitspositie. En krijgt hij maar de helft van de skill boost. Maar nog steeds heeft hij wel 125 shooting. En de rest van zijn stats zijn gewoon prima. Dus ik kom op tegen dit God Squad op Inter 1. En hij heeft Ronaldo en Messi in de spits. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken met Vlahovic die een paas op Lars Rikken en smasht het doel in. Holy damn. En ja mensen, dit is het soort shenanigans dat je krijgt als een 106 rijdt. Dat Lars Rikken buitenpositie in de spitspositie zet. En hier gaat hij ook op pad. Doet hij een mooie La Croqueta daar, maar Pickford met de save. Slaan we deze tegenstander door een doelpunt van Lars Rikken natuurlijk. En dan komt hier een ziek doelpunt van Lars Rikken. Een geniale bal, hier aan de linkerkant van het veld, David Blind. Het is Robert die de bal misschien vraagt. Het is nog geen buitenspel bij Van Persie. En die komt erin! Ja, het is hem! Het is 1-1! Het is 1-1, wat een wereldgoal! Zet gewoon Lars Rikken in de spits en je wint alles. Gewoon een allround cam die zeer goed kan dribbelen en afmaken. Zoek niet verder dan Thomas Müller. Slotte is 105 reden. Klose, top goalscorer van het WK met een reden. Tot de volgende keer en peace! Al die tijd ben ik dus voorgelogen. Ik dacht, we zijn een eenheid onze FIFA community. Maar nee! Jullie moeten weer plannen en dalle plannen en duigen gooien. Wat moeten de subscribers helemaal niet van denken?